Wees welkom in de wereld, welkom in deze tijd. Welkom in ons midden. Wees welkom in ons huis. Cultuurspreiding is het sleutelwoord achter deze ontwikkeling. Voor Gelderland wil dat zeggen volwaardige theaters, niet alleen in Arnhem, Nijmegen en Apeldoorn, maar ook in plaatsen als Tiel, Winterswijk, Zutphen, Harderwijk en Doetinchem, die door hun omgeving een centrumfunctie vervullen. Doetinchem accentueert die centrumfunctie onder meer met zijn grote veemarkt en vele scholen. Volgende week wordt er een nieuwe muziekschool voor 1300 leerlingen geopend, die de modernste van West-Europa wordt genoemd. En nu komt er voortaan dus ook theatercultuur. In de eerste plaats gebracht door de regionale gezelschappen, toneelgroep Theater en Opera Forum en het Gelders Orkest. Als je het nu nog moet kwalificeren of klassificeren, dan zou ik zeggen het was een leuk theater. Met voor die tijd hele aardige mogelijkheden, maar het was niet top of the bill. Nee. Dan was het ook niet duur genoeg voor, het ding kostte maar 3 miljoen. Doetinchem heeft 30.000 inwoners, zoals u weet. Maar we hebben dit theater niet gebouwd voor Doetinchem alleen. Doetinchem is het centrum, het handelscentrum van de Achterhoek. En wij willen het ook graag het culturele centrum van de Achterhoek maken. Ik heb toen in de beginperiode de musical Hair, die was nogal omstreden, hierheen gehaald. En de voorstellingen als zodanig waren eigenlijk wel een heel groot succes. Het was een bijzonderheid, want als je boven door de gang liep, dan rook je de hasjes wel hoor. Dat, oh ja? Ja, er werd gerookt. Sorry. Ja, hi. De zaal gaat open. Als je vergelijkt met vroeger, moesten we een snippersnapperevue. Als de decors werden ingeladen, dan moesten de deuren gauw weer dicht, want dan was het te koud. En op het temperatuur op het toneel is hoog. En dan moesten ze door die kou in die... Nou jongen, dat vond ik een crime hoor. Geweldig, in één woord. Excellent, ja, buitengewoon. Een aanwinst voor Doetinchem, maar voor de hele Achterhoek eigenlijk. Hè? Wij zijn er geweldig trots op hoor. We hebben een abonnement gehad in Arnhem. Maar we gaan nu natuurlijk de komende winter hier in Doetinchem. We moesten ons tot dusver hebben helpen met die grote schuur die we hadden, weet u wel. Wij gingen tot dusver dus altijd naar Arnhem of Enschede. En we zijn natuurlijk geweldig blij dat we nu hier kunnen blijven. Ja, er is wat veranderd. Het elitaire is er een beetje af, zeg ik. En dat vind ik ook heel erg fijn. Dat is ook de slogan van 50 jaar. Amfion is er. Amfion is er voor iedereen. Dus ja, gelukkig is dat veranderd. Van de andere kant, ach... Weet je, mensen willen nog steeds een leuke avond uit en willen nog steeds vermaakt worden. Dus in die zin is er weer niet veel veranderd. Nou ja, als het op een doordeweekse dag is en ik ben aan het werk, ja, dan is het vaak even een race. Hè, want ik zit vaak in Utrecht en dan racen met de trein hier naartoe. Gauw naar huis, hapje eten, opfrissen, scheren en dan de auto in. En richting Amfion. Maar we gaan altijd op tijd weg, zodat we altijd gewoon relaxed eraan komen. Ja. Wij zijn altijd op tijd. Ja, maar gewoon heel relaxed, echt een avondje genieten. Ja, echt genieten. Ja. Dankjewel. Ja. Mooi, dankjewel. Wens jullie een fijne avond. Nou, dat gaat weer helemaal goed komen, dankjewel. Weet je, en dan of we beginnen met een kopje koffie of ik pak gelijk een lekkere afliegem. Ja, dankjewel. In mijn jeugd was er geen Schouwburg in Veenendaal. Dat behoorde toch tot een iets wat zondige categorie. Met als gevolg dat voor mij de verlokking des te groter werd. Mijn vader, goede gereformeerde man, helemaal niet zwaar opgevoed, maar was wel trouw in de leer. Toen ik zei dat ik naar de toneelschool wou gaan, zegt hij van, jongen, dat is toch geen beroep, hè?
Dat is een beroep van hoererij en onreinheid. Waarop ik tegen hem zei, ik zeg, nou pa, dat is precies de reden waarom ik dacht die kant uit te moeten gaan. Want jij hebt ons geleerd, onderzoek het kwade om het goede te behouden. En de weg die naar de kern leidt, gaat meestal door een dal. En we drijven met de stromen, of we gaan er tegenaan. Wij zijn allemaal een woord, in een eindeloze zin. Kijk, Doetinchem in Amphion heeft voor mij een plek omdat ik er een hele lange weg mee heb afgelegd. Ik heb de kans gekregen om te groeien in dit soort zalen, van de kleine zaal dan naar iets groter, weet je. En als ik hier vanavond sta, dan is er altijd een fractie van een seconde zie ik de oude zaal ook voor me. Dit was de zaal. Ja, dan had je natuurlijk geen buitenlicht, buitenlicht telt niet voor. En dan stond ik hier en dan kwam ik op en dan een buiginkje en dan was het één groot feest. We hebben hier, ik denk 25 jaar gespeeld, triomfen gevierd. En het is weg. Het wordt me te moedig. Volle zalen, echt waar. Het begon met 20 man, maar later volle zalen. Hier. Toneelstukje, zie je dat? Hopsakee. Ja, zullen we hierna soundchecken? Ja. Top. Flowers blooming in the sun. Nou, het is de eerste keer dat ik echt met gitaar ga optreden op een heel groot podium. Dus dat vind ik wel eng. Muziek is emotie, maar ook dans is emotie. Kunst is emotie. Ja, zenuwen in mijn buik. Dat moet je kunnen delen met de mensen, want alleen op die manier kun je ook kritiek verwachten. Van, goh, dat was niet zo goed of dat was te gek. En aan de hand van die kritiek, aan de hand van die kaders, ga je jezelf vormen en ga je je eigen weg vinden. En ik vind dat nogmaals, dat is iets dat we moeten koesteren, want dat is een onderdeel van jezelf, dat is wie je bent. Ik ben 13 jaar. Oh, nou, we gaan voor alles indrukken, dan zien we wel waar we uitkomen. Ja, dat doe ik altijd. Nou, dan moet het toch wel lukken. Oké. Dit is dus van bovenaf. Oh, sick man. Zou het nou mogen als je even speelt? Nog zo. Ken je Someone Like You? Ja. Amateurs, daar heeft Amphion, vind ik, in de loop van de jaren heel veel voor gedaan. Het open podium bijvoorbeeld is er een mooi voorbeeld van. Normale voorstellingen die wij binnenkrijgen, dat is al helemaal klaar. En hun weten precies van, wij willen het zo hebben, licht wil het zo, geluid moet zo, decor moet daar staan. En bij amateurs of bij semi-amateurs, die komen voor één voorstelling of twee voorstellingen of een paar dagen komen ze hier. Dus daarvoor ga je met hun om de tafel zitten, wat willen jullie? En dan moet je het zeg maar qua licht, geluid en decor voor hun gaan invullen. Van als jullie dit willen hebben staan, moeten wij dat en dat licht erboven hangen. Gaan jullie hier zingen, moeten wij hier microfoons plaatsen.
Dus dan is voor ons echt nadenken en maak je dus met z'n allen echt een compleet voorstelling. Vanavond zijn we in het theater bij een voorstelling en voor de voorstelling gaan we met de Business Club eerst eten. Dat is verrassend, dat doen we vandaag in de Gelderlandenzaal, op het podium, dus in een theatrale setting. En de mensen weten nog niet dat ze hier terechtkomen vanavond. Nou ja, ik denk dat voor Doetinchem en voor de Westerachterhoek eigenlijk zo'n schouwburg van enorm belang is. We hebben het heel erg over hoe hou je jonge mensen hier, hoe hou je een levendige stad. En daar hoort cultuur ook bij, heel erg belangrijk. Ook een vestigingsfactor, ook voor bedrijfsleven. Dus ik ben heel erg blij dat wij hier het beste theater van Nederland hebben. En ik denk dat dat ook echt iets met de stad doet. Wij vinden het van heel erg veel belang dat zo'n voorziening als Amphion, een mooie schouwburg, dat die ook in onze regio zit. Een mooie regio, een mooie stad Doetinchem. En ik vind het ook belangrijk dat er gewoon een goede faciliteit is. Voor ons belangrijk dat we goede mensen kunnen aantrekken. Mensen zich plezierig voelen in onze regio. En daar is de schouwburg heel erg belangrijk voor. Ik bedoel, vindt het ook een prachtig theater natuurlijk. Maar ook als businessclub is het heel belangrijk voor ons bedrijf. We zitten het ook bij de mensen die beslissers zijn. En dat is best wel van invloed op ons bedrijf. We hebben hier best wel veel klanten, ook potentiële klanten bij lopen. Ook dit gebouw heeft verhuur nodig om financiële inkomsten te creëren. Plus dat we heel veel dagen over hebben. We hebben 230 voorstellingen per jaar. Dus dat betekent dat we nog wel 100 dagen over hebben om iets te organiseren. Maar geld is niet het belangrijkste. Geld is belangrijk om zaken te doen. Maar het is belangrijk gewoon als bedrijf, maar ook als organisatie als Amphion, dat je geworteld bent in de streek en dat je je invoelt met die streek. Nou, ik denk als je hier als theater zijn, Doetinchem is een stad wat voelt als een dorp. En we hebben heel veel bijzondere dingen. We hebben een magnifiek ziekenhuis. We hebben hier een heel mooie een bioscoop. We hebben hier een waanzinnig mooie schouwburg. Eindelijk hebben we een Grutstraat. We hebben eigenlijk alles in Doetinchem wat een hele grote stad heeft. In het klein, maar wel overal de beste van. Dat is Amphion zeker een voorbeeld. Dus we gaan nog een keer de warming-up doen. Wonderland met dans en zang. Oké, vanaf het begin. In het hele ontwikkelproces van MPG als vereniging heeft Amphion echt altijd de deuren open gehad. En we konden alles proberen wat we wilden. En ik denk dat mede door die vrijheid die we in Amphion gekregen hebben, we zo groot zijn geworden als we nu zijn. Ja, ik zeg wel dat voor iedere speler op het toneel hebben we de twee vrijwilligers aan de zijkant lopen. Maar er is een aantal, we hebben natuurlijk een productieteam die alles probeert te coördineren. Een groepje ouders die de kleding bedenken samen met de regisseuse. Meerdere ouders die helpen met die kleding maken. Een groep die met de requisieten aan de slag gaat. Mensen die decor hebben gebouwd. En dan lopen een heleboel moeders en oud-jeugdleden die met de kledingwisselingen helpen. Die met de microfoonwisselingen helpen. Die, omdat Amphion echt heel Amphion gebruikt, je gaat achteraf, je loopt om vanuit de zaal op te komen, moeten kinderen wel weten waar ze moeten lopen. Dus daar vaste punten en vaste mensen die ze de weg wijzen. En Grien. De ogen open. Dat zijn allemaal vrijwilligers. Dat zijn echt allemaal vrijwilligers die zich de benen onder de kont uitlopen om het zo mooi te gaan maken voor ze. Nou, dit is dus het boek. Ik ben er 7 jaar mee bezig geweest en
7 jaar artiesten gefotografeerd. De een die komt net uit de bus en die zegt van, yo, gaan we doen. De andere moet er zo lang over nadenken dat het uiteindelijk niet gebeurt. Dat heb je ook. Anderen die komen binnen en die zeggen van, ja, maar ik wil hier in de kubus, waar is die? En dan treffen ze eigenlijk deze ruimte, en die is nog mooier om te zien. Dat is dus zeg maar, een soort catacombe van de Schouwburg, waar ze mee naartoe worden genomen. En dan heb je er ook eentje die zegt van, ja, sorry, maar daar ben ik het echt vergeten hoor. Kan niet meer. Ik zeg, ah, 1 minuut. En dan ga ik binnen 1 minuut en naar beneden lopen, foto, en weer naar boven lopen. Jochem, die als eerste, dat is de held nummer 1. Die zei van, als ik erin ga zitten, gaat iedereen zitten. Dus is de eerste klik is dit. Kijk, als een artiest moeilijk is om een artiest erin te krijgen, vind ik het juist gaaf om het toch voor elkaar te krijgen. Om iemand te overtuigen daarin. En dan heb ik daar ook een soort kick van. Dan denk ik van, ah, is toch gelukt wel. En dan heb je natuurlijk de specials. Ik weet bijvoorbeeld Ellen ten Damme. Ja, dat is voor mij eentje. Die elk klikje was... Was zij gewoon iemand die hier plop, andere houding. Dus dit is maar 1 klik. Herman van Veen zegt tegen mij, daar was ik dus. En mailen van tevoren en kijken of hij wel in de kubus wilde. Wilde eerst een voorbeeld zien. En uiteindelijk, de laatste dag, ging hij dan in de kubus. En dan gaat hij achterstevoren zitten. Nou, ik dacht, oh nee hè. Ik wil Herman hebben. Maar hij zegt van, dit is art. Dit weet iedereen wat het is. En die weten dat ik dat ben. Nou ja. Toen hij hier hing in de foyer, zei ze, oh leuk, heb je ook Mart Smeets gefotografeerd? Dus toen behaalde ik wel behoorlijk. Maar uiteindelijk is het een goede herkenbare foto voor mensen die in het theater zitten. Ik noem het altijd het diamanten koppel, Charles en Gertje. En alle paardjes omheen, het team. Maar meestal is altijd één van de twee en is er wel. En oog en aandacht voor iedereen, hè? Want er zijn wel eens mensen die dan proberen de trap op te strompelen terwijl er ook gewoon een lift aanwezig is. Nou, gelijk even een helpende hand, daar hebben ze ook oog voor, hè? Ja, en gasvrij. Ik kan het, ja, hoe anders moet je het omschrijven? Het is heel bijzonder. De mensen aan de deur, of de mensen aan de kassa, of de mensen achter de bar, die maken het gezicht van Amphion. En zij hebben de kennis. En ik sta op afstand en ik ben daar niet bij als mensen een kaartje kopen of als mensen ontvangen worden. En wat heel goed bij de achterhoek past, en ook dat is in onze organisatie zo, is dat we met de, zoals ik dat even noem, met de poten in de klei willen staan. Dus dat betekent dat onze hoofdhoreca werkt ook mee. En het hoofdtechniek zit niet op kantoor, maar staat ook gewoon op de vloer. En het hoofdmarketing bij ons is ook hoofdkassa en is ook hoofdPR. Dus in die zin houden we de lijnen heel kort. En ik denk ook altijd dat een van de redenen waarom wij worden verkozen tot theater van het jaar, is dat artiesten en producenten met Amphion heel snel kunnen schakelen, omdat ze niet van afdeling naar afdeling en van kastje naar kastje worden gestuurd, maar dat ze binnen 2 telefoontjes of binnen 1 keer doorverbinden de juiste man of vrouw in de telefoon hebben. We jagen door de dagen en we dansen op een koord. Wij vechten ergens tegen. Of wij vechten ergens voor. Ja, maar je maakt ook iets van waar het publiek blij van kan worden. Mensen blij maken. En dat is mijn missie. Mensen blij maken daarin. Nou, en als je dan het voordoek open doet en je krijgt een open doekje, heet dat dan. Applaus van die avond. Ja, dan heb je eerst in het moment al gescoord. Dan ben je al zoiets van, nou, dat is al goed. Maar als je dan voor lieverlede voorstelling ook de voorstelling voelt en achter op het toneel voelt en de sfeer proeft. Ja, dat is iets te omschrijven. Dat is zo, ja, dat is iets dat moet je meemaken. En dan gaat het doek dicht aan het eind van de avond. En dan nog meer applaus. En mensen zijn blij, de acteurs zijn blij, de spelers. De schoonheid van verval. En als je nou denkt van, weet je, dat vaagt weg. En ja, zoveel jaar, want het is... Zeg maar 40 jaar kom ik al in de Amphion. En als je dan denkt van dat het weggaat, dan heb je het mis. Want ik loop achter, ik hoor die voorstelling voorop, hoor ik dat hij bezig is. Ja, en dan hoor ik het publiek, hoor je gewoon meegaan, die sfeer. En loop je achterlangs en denk je, ja, dat is het. Je proeft het en voelt het publiek. En het leven. Een sprong in een rivier.
trekt voorbij. Hier, dit is een vreemde ruimte. Iedereen is vanavond in een vreemde ruimte, dus kwetsbaar. Maar het wordt donker, dus niemand ziet je. Je mag huilen en lachen zoveel als je wil. En het punt is dat de energie die hier van dat podium komt... Ik zing vanavond bijvoorbeeld een nummer geïnspireerd door een van mijn kinderen. Die zei bij vergissing aan mij... Papa, wat wil je later worden als je dood bent? Terwijl die eigenlijk wel vragen wat wil je later worden als je groot bent. Tweede nummer. Dan kleed je eigenlijk alle mensen uit op dat moment, geestelijk. Door ze open te maken, als bloemetjes die open gaan naar het licht. En zoiets, omdat ik mezelf kwetsbaar maak op dat moment, in dat lied. Super. En dan ga je alles opruimen en denk je van, wow, zo voldaan gevoel. Elke avond weer een voldaan gevoel. Voor mij is de essentie van theater je verliezen in een lied. De bijna niet meer zijn. En dan aan het einde een applaus waardoor alles samenkomt en je bijna niet meer bestaat. Geluk is misschien bijna niet meer bestaan zoals deze zaal in Doetinchem.